me vanmorgen wakker. Ik kreeg de heuren, is mijn broer ontslagen. En nou, ja, dit was niet meer te houden. Misschien een goede jongen. Het klopte wel allemaal wat die overseer riep. Hij kwam wel van Liverpool, maar volgens mij zat hij bij het waterpolo. Ik moet mijn broer wel even op gaan pappen, want dat gunde ik hem eigenlijk ook niet. Hè? Want die jongens zijn natuurlijk helemaal van het padje. Ja, wat zal daar nou van terecht komen? Ik denk dat papa het een beetje onderschat heeft. Hij dacht dat hij met een computerspelletje bezig was. Misschien is het wel een hele goede spelercoach in de PlayStation divisie. Hoe moet het nou verder met onze club? Als ik die speulers de laatste week erbij zag lopen, dacht ik ook bij mij, jongen, als je de rollen om zou draaien en die speulers bij mij in de toko zouden runnen, waren ze er al lang uitgeschubt. Want zulke slappe instelling, daar bereik je dus niks mee. Nee, ze verdienen het echt niet. Ja, we kunnen wel heel verdrietig zien erom. Het is niet de manier om iemand te halen, want we moeten hem nog wel een jaar betalen. Ik heb wel gehoord al dat er al 113 trainers de eigen al aangeboden hebben. Ik hoorde dat Poppenfiets zijn eigen aangemeld had, Pim van de Meen nog en Mario Been natuurlijk. Johan Neeskes, ik hoor zoveel namen. Ik heb nog een tip voor de nieuwe trainer. Ik denk dat je de laptop dicht moet doen en de schermen om moet doen en erop kletsen. Ik ga nu binnenkort op vakantie, dus tot binnenkort. Ik hoor wel wie de nieuwe trainer wordt, hè. Hoi!